Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Donald Glover's serie Atlanta, die nu te streamen is op Disney+. De eerste 3 seizoenen staan er nu op en in september komt het 4e seizoen al. En dat is dus de afsluiting. En ik ben altijd al een fan geweest van Atlanta sinds het eerste seizoen. Maar ik stond wel een beetje versteld van de opmerkingen van Donald Glover een tijdje geleden. Want volgens hem is Atlanta dus de beste serie sinds The Sopranos. En ik vind niet eens dat die twee series echt met elkaar te vergelijken zijn. Atlanta zit gewoon in een heel ander straatje. Ik zie Atlanta bijna meer als een soort variëteitsprogramma. Tuurlijk zit er wel een soort rode draad in en een paar doorlopende verhaallijnen, maar vaak heb je ook gewoon op zichzelf staande afleveringen. En ik moet wel zeggen dat elke aflevering van Atlanta weet je wel gewoon dat je iets speciaals kan verwachten en dat er gewoon heel veel creativiteit en passie in zit. Een van de regisseurs waar Donald Glover dus ook vaak mee samenwerkt is Hiro Murai bijvoorbeeld. En vaak zijn zij afleveringen ook wel echt hoogtepunten binnen die seizoenen. En ja, soms heb je dus afleveringen die echt wat meer leunen op het hele comedy aspect. Een van mijn favorieten op dat vlak is bijvoorbeeld de Black TV Network of zo. Ik weet niet meer precies hoe ze het noemden, maar het was dus een zender met allemaal zwarte commercials en zwarte tv. En daarin werd dus ook Paperboy geïnterviewd, want in deze serie volgen we dus Earn, dat is onze hoofdpersoon en die is de manager van zijn neef Paperboy. En Paperboy is dus een opkomende succesvolle rapper en we volgen dus eigenlijk de crew van Paperboy, naarmate Paperboy steeds populairder wordt. En uiteindelijk leidt dat er dus ook toe dat ze in het 3e seizoen dus zelfs door Europa heen gaan toeren. En ook een aantal afleveringen hier in Amsterdam hebben opgenomen. En de afleveringen in Amsterdam waren ook zeker wel een aantal van mijn favorieten in dit seizoen. Vooral op comedy vlak dus. Zo werd er in 1 aflevering dus bijvoorbeeld Sinterklaas getackled en de echt typische Hollandse manieren. Maar de 2e wil ik eigenlijk niks over weggeven, want daar zit iets in wat ik echt gewoon mindblowing vond. Er zat iets in wat ik nooit had verwacht te zien op tv. En het is moeilijk om het te beschrijven zonder het weg te geven. Maar ik raad je dus in ieder geval sowieso aan om die afleveringen in Amsterdam te kijken, als je al niet gewoon heel de serie gaat kijken. Het heeft betrekking met een bepaald verhaal wat controversieel in het nieuws was enkele jaren geleden rond een bekende acteur. En die acteur zit dus ook in deze serie voor die aflevering speciaal. Maar het is dus niet alleen comedy. Soms heb je ook gewoon een wat meer spannende aflevering. Zo is de Teddy Perkins episode voor veel mensen ook nog steeds wel echt een hoogtepunt, met die soort creepy Michael Jackson lookalike. En die aflevering was ook echt een moment voor Lakeith Stanfield om te shinen als Darius. Want Darius is misschien wel het beste personage in deze serie. Dat is dus ook gewoon een vriend van Earn en Paperboy. En ik vind Lakeith Stanfield sowieso een hele toffe acteur, maar dat is echt wel grotendeels te danken aan Atlanta. Hierin heeft hij echt laten zien wat hij allemaal kan. En zelfs in de wat meer serieuzere aflevering is Darius dus meestal wel gewoon aanwezig om wat humor te verzorgen. En soms doen ze gewoon wat meer artistieke en creatieve afleveringen, zoals een heel zwart-wit drama verhaal over een kind wat opgroeit binnen het systeem nadat hij zich dus tegen zijn moeder keerde en dat hij dus later leert dat hij het eigenlijk thuis niet zo slecht had. Maar het is ook misschien een beetje vergelijkbaar met Get Out bijvoorbeeld en hoe Jordan Peele dus bepaald sociaal commentaar levert op onderlinge rassenrelaties. Dat doet Atlanta ook gewoon echt heel erg goed. En ik heb dus wel eens artikelen voorbij zien komen dat mensen Donald Glover ervan beschuldigen dat hij misogyne noir is, dat hij dus iets heeft tegen zwarte vrouwen of zo. Maar ik ben het daar dus echt totaal niet mee eens, want sowieso heb je Vanessa dus als een van de main characters in deze serie zitten, die gespeeld wordt door Zazie Beetz. En zij is echt wel gewoon een driedimensionaal personage. Je snapt echt wel veel van haar motivatie. Natuurlijk heb je misschien wat meer zijpersonages die in bepaalde afleveringen voorbij komen die bijna een soort van karikaturen zijn, maar dat is ook gewoon het geval met mannen. Atlanta leunt juist expres een beetje op bepaalde stereotypes, gewoon voor zwarte vrouwen, zwarte mannen, maar ook voor blanke mensen. En daar spelen ze gewoon heel erg mee. Want heel de serie voelt ook een beetje hyperrealistisch aan. Het voelt tegelijk wel aan als ons universum, maar soms is het ook gewoon een beetje elevated. Het is gewoon wat meer overdreven dan dat de echte realiteit is. En juist dat aspect zorgt ervoor dat deze serie gewoon een aantal van de meest gedenkwaardige momenten op tv van de afgelopen jaren gehad heeft. Ja, ik was dus ook een van de weinige mensen die deze serie keek, omdat het hier in Nederland gewoon niet beschikbaar was. Maar nu het dus te streamen is op Disney+, is er geen enkele reden om deze serie niet te kijken. En helemaal wetende dat het 4e en laatste seizoen er dus best wel snel aankomt, denk ik dat Donald Glover daar zeker een meesterwerk mee wilt afleveren. En ik hoop dus ook wel dat we in dat laatste seizoen een aantal van die rode draden gewoon mooi afgesloten gaan zien worden. Want iedereen vraagt zich natuurlijk wel af of Earn en Vanessa uiteindelijk weer bij elkaar komen. Want Vanessa is dus niet alleen zijn ex-vriendin,
vriendin. Ze hebben ook een kind samen. Dus dat zit ook nog wel eens door de afleveringen heen. Maar ja, hebben jullie Atlanta al gezien? Wat mij betreft is dit gewoon het beste werk wat Donald Glover geleverd heeft. Veel mensen werden natuurlijk enthousiast van This is America. En als je dat vet vond, dan ga je deze serie ook gewoon sowieso waarderen. En laat me weten wat jij ervan vindt als je het ook gezien hebt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.